Oké, ik heet jullie allemaal heel hartelijk welkom op deze lezing die gaat over leren bidden. En dan met name leren bidden op een vreugdevolle, passievolle wijze. En ja, het is heel bijzonder hoe vanavond ook weer mensen, zowel kerkelijke richtingen, maar ook letterlijk landrichtingen, zelfs verschillende uit België zijn hier vanavond. Dus een internationaal gezelschap. En heel hartelijk welkom, jullie beiden die ze end hebben gereden. Speciaal om hier te zijn. En ik geloof dat dat voor iedereen geldt, dat niemand hier bij toeval is. God brengt altijd mensen bij elkaar en wil ook vanavond weer iets heel bijzonders doen. Ik wil je dan ook vooral uitnodigen om natuurlijk je oren te openen, maar met name je hart te openen. Want vanavond gaan we niet een hele diepgaande Bijbelstudie doen, waar mijn verlangen naar uitgaat, waar ik voor heb gebeden en waar ik geloof dat God wil doen, is dat, dat jullie dieper in een beleving van God mogen komen. Want vanuit een beleving van God ontstaat een gebedsleven. En niet standaard rieltjes, een standaard gebedje bidden. Dat is niet een gebed, maar dat ga ik zo wel uitleggen. Maar het gaat met name om, wil ik je uitnodigen, je hart te openen. En God te vragen iets moois in je hart te doen. Want dat is mijn gebed voor vanavond, dat je iets mag meenemen wat je leven zal veranderen. En ontmoeting met God op een bijzondere manier, wat je gebedsleven ook zal veranderen, zal optillen tot een niveau van een heerlijk samen zijn met God, van waaruit het gebed dan verder mag vloeien. Goed, daar ga ik vanavond wat meer over delen. Ik wil graag beginnen met een zegen te vragen, om ons hart te openen, ons even op God te richten. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw ontzettende liefde. Heer, die liefde is vele malen groter dan dat wij kunnen beseffen. Heer, dan dat we zelfs maar proberen voor te stellen. Heer, en daarom is het zo heerlijk om dat helemaal los te laten, om alles maar binnen te laten komen. Want u bent zo te vertrouwen. Heer, en u bent hier met uw Heilige Geest. Ik wil u danken, Jezus, dat u uw Heilige Geest heeft gezonden om ons te brengen in een liefdesverbinding met de Hemelse Vader. Heer, en ik bid ook, Heer, dat u met uw Heilige Geest ook op dit moment neerdaalt. Heer, dat we vanavond een diepere beleving van u mogen ervaren, een diepere intimiteit, van waaruit ons gebedsleven, onze communicatie, onze relatie met u zich ook mag verdiepen, mag intensiveren. Heer, met meer passie en liefde zal en meer kracht zal ontstaan. Heer, zo bid ik u, wilt u met uw Heilige Geest komen en ons alle aanraken in Jezus' naam. Amen. Amen. Vanavond gaan we het hebben over leren bidden. Toen de discipelen van Jezus, Jezus had 12 leerlingen, en die zagen aan Jezus dat hij een hele bijzondere omgang had met zijn hemelse Vader. En op een gegeven moment vroegen de leerlingen ook aan Jezus van: Heer, leer ons bidden. Want natuurlijk kenden zij wel het bidden vanuit hun Joodse achtergrond, maar de manier waarop hun meester dat deed, waarop Jezus dat deed, dat maakte hen jaloers. Want blijkbaar had Jezus een manier van bidden die heel anders was dan wat zij waren gewend. En ze hadden gezegd, dat willen we ook kunnen. We willen ook zo die intimiteit met God ervaren zoals wij zien in Jezus. Want voor hem was bidden niet van maar voor hem was het gewoon, hij ging op in God. En ze zagen het aan zijn ogen, aan heel zijn wezen, van deze man die schuilt zo dicht bij God. En daar kwam een verlangen en dat is ook de basis. En daarom hoop ik ook dat jullie hier zitten met een verlangen. Hey, ik wil ook die diepe, intense verbinding met God ervaren zoals Jezus dat heeft beleefd. Want van daaruit ontstaat waarachtig gebed. Hey, dat is niet een formuliertje of een zinnetje of een uit hoofd geleerd dingetje opbidden. Hey, maar dat is beleven van verbinding. Daar gaat het vanavond over. Dus als je hier bent gekomen om te leren om door gebed iets bij God voor elkaar te krijgen, dan denk ik dat je teleurgesteld gaat worden vanavond, want het gaat heel ergens anders over. Het gaat vanavond over intimiteit beleven met God. En vanuit die intimiteit gaan er allerlei wonderen gebeuren. Maar het gaat niet om die wonderen, het gaat om intimiteit. Want dat is gebed. Het beleven van intimiteit met God. In Psalm 42, vers 2 staat, zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik naar u, God. Dat zegt David in een van die psalmen. Hier zie je het ook, dat het dat verlangt naar water. En ik hoop dat jullie hier aanwezig zijn vanuit een verlangen, vanuit een dorstig verlangen naar meer van God in je leven.
van een stuk intimiteit, een beleving van God, van zijn liefde, dat je in het gebed ook die beleving mag voelen. Want daar ontbreekt het vaak aan als je zegt, ik heb moeite met bidden. He, dan bedoelen de meeste mensen dat ze die intense tegenwoordigheid, die liefde, die vrede van God niet kunnen ervaren in hun gebed. En dat heeft vaak misschien wel altijd te maken met gebrek aan intimiteit. He, want wij bidden soms om iets voor elkaar te krijgen bij God. Maar dat is een hele verkeerde insteek. Als er geen relatie is, he, God is niet iemand die je kunt pushen of die je kunt manipuleren of die je met een deal kunt sluiten. Als u dit doet, dan doe ik dat. Of als ik dit doe, dan moet u dat doen. Zo werkt dat niet. He, God is niet iemand die je voor je karretje kan spannen. Als je dat beeld hebt van God, dan gooi het maar helemaal aan de kant. Zo is God niet. God is een God van liefde en hij verlangt een liefdesrelatie met jou. En vanuit die liefdesrelatie ontstaan er allemaal mooie dingen. Want God is een God van liefde en God wil het beste met jou voor. Dus je hoeft God helemaal niet te overtuigen iets goeds voor je te doen. Hij wil niks liever. En dus helemaal dat overtuigende idee, of dat God tegen je zou zijn, of dat God boos op je zou zijn, kun je allemaal huppakee in de prullenbak gooien. Je hebt een vader, een hemelse vader, die ongelooflijk veel van je houdt. Dus dat betekent al dat een heleboel gebeden kun je zo de prullenbak in gooien. Het is alleen maar verloren energie, want God houdt al van je. Je hoeft hem niet te overtuigen. Je hoeft niet te overtuigen om goed voor je te doen. Hij wil niks liever. Dus dat bespaart al een heleboel energie in je gebed. Je mag naderen tot een God die ongelooflijk veel van je houdt. En door dat alleen al, dat godsbeeld te veranderen in je hoofd, dat alleen al transformeert je gebedsleven. Want het is wezenlijk belangrijk als dat jij naar iemand toe gaat, iemand die boos op je is en die je moet proberen goed gestemd te krijgen, zodat hij iets voor je doet. Of dat je naar iemand toe gaat die ongelooflijk veel van je houdt. Wat een verschil is dat in benadering. Nou, hoe wil je bidden? Wil je bidden naar een God die boos op je is, die je moet proberen te overtuigen? Of wil je dat hij zo klaar staat, hier, kom eraan hoor, papa, kom eraan. En dan spring je in zijn schoot en je beleeft een liefdesrelatie. En vanuit die liefdesrelatie, joh, wat zullen we gaan doen? En dan gaan er mooie dingen gebeuren. Psalm 27, vers 8. U zegt zelf in mijn hart, verlang naar mij. Ik verlang dan ook naar u, Heer. Dat verlangen wat jij diep in je hart voelt naar God, dat komt van God. Want God heeft dat verlangen in jouw hart gelegd. Ieder mens heeft een diepste, als je eerlijk naar binnen kijkt, heb je een verlangen naar God. Alleen sommigen die erkennen dat niet en gaan die leegte proberen te vullen met chips of met chocola of met seks of met wat dan ook. Je kunt dat die leegte met allerlei verslavingen vullen of met prestatie of met diploma's. Je kunt van alles nog wat in je leven gaan doen om die leegte te proberen te vullen, maar hij kan alleen gevuld worden met de liefde van God. Iets anders kan nooit die voldoening geven, want God heeft het verlangen in jouw hart gelegd naar hem. En alleen God zal jou die diepe vrede en diepe vervulling kunnen geven die diep van binnen in je hart zit. In het Oude Testament schrijft David, zoals een hert dat verlangt naar waters stromen, zo verlangt mijn ziel naar u. En David verlangde intens naar God en toch heeft David God nooit zo ervaren zoals jij en ik die kunnen ervaren. Omdat Jezus nog niet was gestorven. Hoewel ook in het Oude Testament mensen al een bijzondere relatie met God konden hebben, was er toch altijd nog die kloof van zonde, waardoor de mens niet volledig tot God kon naderen zoals wij dat nu kunnen. En waarom kunnen we dat nu wel? Dat komt door het werk wat Jezus heeft gedaan voor ons. Jezus is naar de aarde gekomen om die kloof die tussen de mensen en God was ontstaan, om die te overbruggen, zodat wij via het werk van Jezus die intieme relatie met God weer opnieuw kunnen beleven. Nou, daar ga ik even iets over zeggen, zodat je ook snapt wat de basis is van onze toegang tot God. Nou, Jezus die heeft zijn leven gegeven voor ons en om die kloof te kunnen overbruggen. Er was geen andere weg. Hij moest die weg gaan van lijden, van sterven, van opstanding, om de macht van de dood, en die wij eigenlijk binnen hebben gelaten hier op aarde, door ongehoorzaam te zijn aan God. Met niet alleen Adam en Eva, maar jij en ik ook. We allemaal zijn ongehoorzaam geweest aan God en daardoor is er een kloof ontstaan. En Jezus is gekomen om weer aan de mensheid te laten zien wie God echt is. Door naar Jezus te kijken zie je wie God echt is. Hij was een en al liefde.
bestudeer zijn leven maar eens, vanaf de geboorte tot aan zijn dood. Je zult geen enkele ongerechtigheid aan hem kunnen zien. Hij was een en al liefde, zelfs aan het kruis. Terwijl hij verraden was door zijn vriend, verloochend door een van zijn discipelen. Zijn eigen volk riep: kruisig hem. Hij was onschuldig veroordeeld. Hij hing daar aan het kruis en wat riep hij? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Tot aan zijn laatste snik, letterlijk, is hij gebleven in de liefde. Dat heeft niemand op aarde heeft dat ooit gedaan. Er is niemand vergelijkbaar met Jezus en hij moest die weg gaan om de weg naar God weer te banen. En juist doordat hij die volmaakte weg van de liefde tot het uiterste is gegaan, heeft hij de weg vrijgemaakt voor jou en voor mij en eigenlijk voor iedereen. Om ons te bevrijden van de boeien, van de duisternis, van de leugen, van de zonde, van de verslavingen, van alles wat wij vanuit onszelf niet voor elkaar krijgen, heeft Jezus volbracht om ons te bevrijden, om ons weer terug te brengen in die liefdesverbinding met God waarvoor wij bedoeld zijn, waarvoor wij geschapen zijn. Want de reden waarom jij hier bent, hier op aarde, is omdat God intens naar jou verlangt. Zelfs al hebben jouw ouders jou niet bewust gewild, of zelfs helemaal niet gewild, was je een ongelukje of op een verschrikkelijke manier verwekt, dat kan ook. En toch is de boodschap, mensen kunnen geen kinderen maken. God heeft ervoor gekozen om jou te scheppen, omdat hij intens verlangt naar precies een man, een vrouw, een dochter, een zoon zoals jij. En hij heeft jou nodig om zijn liefde mee te kunnen delen. Ieder mens is uniek. Hij heeft met ieder van ons een unieke relatie. En omdat God zo groot is, heeft hij heel veel mensen gemaakt omdat hij zijn liefde kwijt wilde. Hij wilde zichzelf delen met een ieder van ons. En daarom ben jij hier, om in een liefdesrelatie met God te staan en om zijn liefde op een unieke wijze, die alleen bij jou past, hier op aarde te weerspiegelen. Dus de reden van jouw bestaan is enkel liefde. Jij bent een geschenk voor de wereld. Je bent een geschenk voor God. En je bent een geschenk voor jezelf. En alleen al door dat te omarmen, dat die waarheid, want dat wordt ons niet geleerd, op school niet, door onze ouders niet en door de maatschappij niet. Dan moeten we in een bepaald keurslijf leven, waar we vaak helemaal niet in passen. Dus je gaat je acteren, je gaat je gedragen om maar te kunnen voldoen aan de maatstaven van de wereld. Waar God zegt, wees alsjeblieft jezelf. Want dan ben je krachtig. Want jij bent uniek zoals je bent. Alleen door helemaal jezelf te worden, door je optimale jij te zijn, dan straal jij het meeste van Gods liefde uit. En God wil jou vrijmaken. God wil niet dat jij in de keurslijf zit van de samenleving om maar mensen te pleasen. En God wil jou vrijmaken om helemaal jezelf te zijn. Als God een ander had gewild, had hij een ander gemaakt. Maar God heeft jou gemaakt zoals jij bent. En hij wil dat je optimale zelf tot bloei komt. Dat je gaat schijnen zoals God heeft bedoeld. En hij heeft plezier in jou. Zoals je bent. Hij wilde niet dat jij anders was. Hij wil dat jij bent. Geniet van jezelf, geniet van het lijf wat God je heeft gegeven, geniet van het karakter wat God je heeft gegeven, geniet van de kwaliteiten die God je heeft gegeven. Jij bent goed zoals je bent. Probeer niet iemand anders te zijn. Maar juist door jezelf te zijn, daarmee eer je schepper. Door te zeggen, Heer, ik wil u danken, wat heeft u mij geweldig mooi gemaakt. Ik wil u danken dat ik er mag zijn. Voor de kwaliteiten die u mij gegeven heeft. Ik hoef niet die van Pietje of Klaas of Truus te hebben. Maar die van mij zijn mooi. En ik mag met mijn kwaliteiten, met mijn gaven, mijn talenten, mag ik hier op aarde iets doen. En mag ik de liefde van God weerspiegelen. Ik hoef niet iemand anders te zijn. Zoals ik ben ik goed genoeg. Sterker nog, ben ik uitmuntend, ben ik mooi. Want God heeft mij gemaakt, God heeft jou gemaakt. God is een geweldige kunstenaar. En die geweldige kunstenaar heeft een geweldig kunstwerk gemaakt. En dat ben jij. En vanuit dat besef, dat durven toelaten, dat durven omarmen. Ik ga een heleboel dingen zeggen vanavond. Als je dat durft toe te laten, dan transformeren die woorden alleen al je leven. Niet alleen je leven, maar ook alles om jou heen. Want we leven in een verleugende wereld. Die heleboel leugens over, je kunt dat niet, je kunt dat niet, je moet jou zo gedragen, je moet dat doen. Leg het van je af. Jij bent jezelf en God heeft jou bedoeld als jezelf. Gooi die ballast van je af. Zo heerlijk. Ik ben vrij. Ik mag zijn wie ik ben. Jezus is die weg gegaan.
En in de Bijbel lezen we dat tot op het moment dat Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Daar moet ik daar even iets over zeggen, want heel veel mensen weten waarschijnlijk niet wat het voorhangsel is. Bij de Joden had je een tempel en in de tempel had je een heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar woonde God, symbolisch. Niemand mocht daar komen. Alleen de hoge priester mocht daar één keer in het jaar mocht hij het heilige der heiligen binnengaan om daar verzoening te doen voor het hele volk. En dat was zo heilig, dat als je daar onbevoegd binnen ging, dan viel je dood neer. Dan mocht niemand binnenkomen. Want God had ervoor gekozen om daar symbolisch te wonen. Niet alleen symbolisch, maar dat was daadwerkelijk zo. Dat als daar mensen onbevoegd kwamen, de kracht van God was daar zo aanwezig, dan vielen ze dood neer. Het was al zo sterk dat de hoge priester, die één keer in het jaar naar binnen mocht gaan, die had belletjes om zijn voeten. En zodat de buitenstaanders hoorden dat hij nog leefde. En die had een touw om zijn voeten. Dat mocht hij toch zelf in zonde hebben geleefd en in de tegenwoordigheid van God dood neervallen, dan konden ze hem onder dat gordijn vandaan trekken met een touw. Dat is echt zo. Dat deden de Joden om maar te voorkomen dat iemand daar zou in het heilige de heilige zou blijven rotten, want ze mochten niet naar binnen. Stel dat de hoge priester zou neervallen, mochten ze niet naar binnen om het lijk weg te halen. Dus ze hebben gewoon een touw aan zijn enkel verbonden. Zo heilig was die plek. En toen Jezus stierf, toen scheurde die voorhangsel van boven naar beneden. Oftewel, God liet ermee zien, vanaf nu is de weg naar het heilige de heilige, naar God zelf, is vrij. De zonde zit er niet meer tussen onze God in. Want Jezus heeft voor ons alles volbracht. Jouw zonde, mijn zonde, jouw tekorten, mijn tekorten zijn verzoend. Je bent verlost, je bent bevrijd, je bent vergeven. Wat er ook is gebeurd, je bent vergeven. De weg naar God is totaal vrij. Je mag zo binnenwandelen naar papa toe. He, je hoeft niet eens te kloppen. He, de deur zit niet op slot. He, je mag gewoon, als je naar je hemelse vader wil gaan, maar zo binnenlopen. En hij staat er al klaar met zijn open armen. Zo, joh, welkom mijn geliefde dochter, welkom mijn geliefde zoon. Kom in mijn armen. He, en ik wil je mijn liefde geven. Die uitnodiging is voor ons allemaal. Om nog eventjes het uit te beelden, heb ik dit plaatje erbij gezocht. Dit symboliseert eigenlijk de wereld, hè, vanuit de verbrokenheid waar we in zitten, waar we om ons heen zien, waar allemaal ellende is. En de overkant, dat symboliseert eigenlijk het koninkrijk van God, hè, zoals God het heeft bedoeld, waar liefde, waar vrede is. En daar kunnen we vanuit onszelf niet komen. Maar Jezus, die heeft daar zichzelf gegeven, zie je dat symbolisch, dat kruis, als de weg naar de overkant. Daar mogen wij, jij en ik, gewoon overheen lopen. Jezus heeft alles volbracht. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Door Jezus, via Jezus, mogen we vrij tot God gaan. Vrij van zonde, vrij van schuld, vrij van schaamte. Er is niks meer wat tussen jou en God instaat. Dus je hoeft je ook nooit schuldig, je hoeft je nooit klein te voelen, je hoeft je nooit minderwaardig te voelen. Wat de aanklager je ook zegt, want de aanklager, de Satan, die wil ons kleineren, die wil ons beschuldigen. Van wie denk je wel dat jij zomaar tot God kan gaan? Je hebt gisteren nog, ben je daar nog de fout in gegaan? Je hebt zelfs vandaag nog iets stoms gedaan. Hè? Ga eerst maar eens even proberen een paar weken goed te leven en dan, ja, dan heb je wel weer recht om naar God te gaan. Dat zijn allemaal leugens. Je bent vrij. Je bent niet zonder zonde, maar Jezus is voor je zonde aan het kruis gestorven. En daarom mag je te alle tijden, ook al ben ik net nog op een snuffert gegaan, heb ik iets stoms gedaan. Ik mag gewoon opstaan, ik mag gewoon zo naar de vader lopen. Er is geen veroordeling. De weg is vrij naar God. En dat is de basis van gebed, is dat je weet, je hemelse vader, je hemelse papa, die staat met zijn armen wijd op jou te wachten. Zelfs al heb je iets vreselijk stoms gedaan gisteren, of misschien vandaag nog. Maakt niet uit. God zegt, kom alsjeblieft zo snel mogelijk weer bij me. En dan kan ik het weer in jouw hele genezen en herstellen. Er is geen belemmering tussen jou en God. Dus dat is ook zo essentieel, ook te weten in jouw gebedsleven. Hè, dat je hoeft je niet door het stof te kruipen. Hè, van, eindeloos in schuld te zitten. Dat je God keer op keer vergeving vraagt voor dezelfde fout. Aanvaard nou eens gewoon dat je zonden vergeven zijn. Dat is al zo'n ballast, valt er dan van je af. Want je hoeft niet iedere keer om vergeving te vragen. Je mag de vergeving ontvangen. Je mag het geloven. Je mag erop vertrouwen. En je mag zo naar je hemelse papa toe lopen. Dat scheelt ook al een heleboel energie in gebed.
He, van, dus oh, je hoeft niet iedere keer, nee, je hoeft niet iedere keer om vergeving te vragen. Je bent al vergeven. En je mag erop vertrouwen. Je gaat nou gewoon eens aanvaarden dat God van je houdt. He, dat je gewoon zo vrij naar de Heilige de Heilige mag lopen. En dan kun je eindelijk eens gaan genieten van zijn liefde. Genieten van zijn vrijheid. God wil niks liever dan dat je het gelooft en dat je het aanvaardt en dat je het gaat beleven. En die gemeenschap met God ga je beleven door te gaan geloven. Door te gaan geloven dat er geen afstand is tussen jou en God. Nou, Jezus is die weg gegaan. Via de dood, via het dodenrijk. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is weer terug naar de Vader gegaan met als doel om de Heilige Geest te zenden. En de Heilige Geest, die heeft heel lang gewacht op het moment dat hij op de Pinksterdag eindelijk weer in de mensheid kon neerdalen. Want voorheen kon dat niet, want toen zat er zonde in ons hart. Maar door het offer van Jezus was de weg weer vrijgemaakt, zodat de Heilige Geest, en daar ging het Jezus om, dat de Heilige Geest weer kon neerdalen in jou en mij, en dat we van binnen die verbinding met God weer mogen beleven en ervaren. Want dat is bidden, is de beleving van God, die verbinding met God weer voelen en ervaren, en samen met God weer wandelen, door de Heilige Geest, door het ontvangen van de Heilige Geest. En Jezus noemt dat de doop in de Heilige Geest. En die doop, die Heilige Geest, die brengt ons weer terug in verbinding met God. En er kan niemand tussen. En die Heilige Geest, die vervult je van top tot teen. En Jezus die leert ons, door de Heilige Geest worden we opnieuw geboren. De Heilige Geest vervult ons. En door de Heilige Geest komt God zelf in ons wonen. In ons. Dus de Heilige Geest woont in je. Dus je hoeft niet helemaal ver weg te gaan om God te zoeken. De Heilige Geest woont door God woont door de Heilige Geest in ons. Op het moment dat jij Jezus hebt uitgenodigd in je leven. En zegt van, Heer, ik kan het niet. Het lukt mij niet om zo te leven als u het bedoeld heeft. Ik heb u nodig. Ik heb uw vergeving nodig. Ik heb uw reiniging nodig. Wilt u in mijn leven komen? Wilt u me vergeven? Wilt u met uw Heilige Geest in me komen wonen? Dan komt hij. Dan komt hij met zijn liefde, met zijn volheid. En geeft hij jou die diepe vrede. En zijn liefde, en dan mag jij gewoon als een geliefd kind van God tot hem komen. In Marcus 1 vers 8 staat, ik heb u gedoopt met water, dat zei Johannes de Doper. Maar hij, Jezus, zal u dopen met de Heilige Geest. En waarom? Omdat God naar je verlangt. God verlangt naar je. In Hooglied, hebben jullie Hooglied wel eens gelezen? Dat is een heel mooi liefdeslied, wat symbolisch staat tussen het lied eigenlijk wat God naar zijn gemeente zingt. En dat mag je ook vertalen naar de liefde die God voor jou heeft. En dan zegt hij, dan zeggen wij eigenlijk, ik ben van mijn liefste, hij verlangt naar mij. Heb je wel eens gerealiseerd dat God naar jou verlangt, zoals een bruidegom naar zijn bruid verlangt? En dan nog veel mooier, want dat is maar een afspiegeling. Het huwelijk is een afspiegeling van de hemelse werkelijkheid. Dus wat wij op aarde kunnen verzinnen van wauw, hoe romantisch je het ook kunt voorstellen, van hoe mooi dat ook is. Het is een afspiegeling van iets wat nog veel mooier is. Dus wat God, zeg maar wat je hier op aarde al iets ervan kan voorstellen, van hoe een bruidegom naar een bruid verlangt, of andersom hoe een bruid naar een bruidegom verlangt, hoe mooi dat is. Dat is een afspiegeling van iets nog veel mooiers, van hoe God intens, met passie, naar jou verlangt. Je zegt ook altijd hoe een moeder verlangt naar naar het baby. Ja. En dan een keer sterker, zeg maar. Hè? Ja, zo verlangt God naar zijn kinderen. Ja. Zie je het? Een plaatje van Jezus en zijn bruid. En in het Nieuwe Testament worden wij ook letterlijk zijn bruid genoemd. En met elkaar, als kinderen van God, met elkaar vormen wij de bruid van Christus. En dit gaat heel diep. En als je iets begrijpt, ik begrijp het ook nog lang niet ten volle, maar als je iets begrijpt van deze goddelijke passie, die reëler is dan een aardse liefde tussen man en vrouw, en dat is tijdelijk, maar deze passie is eeuwig en hemels. En is ook nu al, hè? Niet straks, is nu. God heeft die passie nu voor jou. Op het moment dat je dat durft
toe te laten en te omarmen en door je heen te laten stromen. Nou, dan transformeert het je leven. Dan kan je niet anders meer dan dansend door het leven gaan. Alleen wij vinden het heel lastig om dat te durven toelaten. We denken, nee, dat kan niet. Dat kan bijna niet. Het is zo groot. Hey, die liefde van God voor jou. En toch is het waar. En dat heeft Jezus ook bewezen doordat hij bereid was zijn leven voor jou te geven. Want wie geeft nou zijn leven voor jou? Wie houdt zoveel van jou hier op aarde dat hij bereid is om als het nodig is zijn leven letterlijk voor je te geven? Nou, Jezus heeft het gedaan. Niet zomaar. Hij is een verschrikkelijk lijden is hij doorgegaan. Hij wist, dit is de enige manier om mijn bruid weer tot mij te trekken. Om jou en mij weer tot zich te trekken. En Jezus is die weggegaan. Zo groot is zijn liefde. Nu ga ik het heel dichtbij brengen, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om dat is leuk, een mooi verhaaltje. Nee, het gaat om dat we dat gaan voelen van binnen. He, dat het je gaat transformeren. Want op het moment dat je dit gaat toelaten, dan kan ik garanderen, dan transformeert je gebedsleven volledig. Want dan is het niet meer van, Heer, wilt u dit voor me doen, wilt u dat voor me doen? Hey, waarom doet u dat nog niet? U had het toch beloofd? U staat, u belooft, u moet dit doen voor mij. Dan is het echt van ik tegenover God. Als je dit gaat snappen, dit concept van een liefdesrelatie, en dan wandel je zo met Jezus. Dan dans je door het leven. En dan zeg je, wat zullen we gaan doen? Dan span je God niet voor je kaartje. Dan is het een liefdevolle samenwerking. Dat je, wat zullen we vandaag gaan doen? Wat wil jij? Wat kan ik voor je doen, zegt Jezus. Ik wil je dienen. Ik wil dat jij gelukkig wordt. Wat kan ik voor je doen? Ik breng het heel dichtbij. Dit is het verhaal van Maria. Maria, de moeder van Jezus. Op een gegeven moment, we kennen dat verhaal wel, het kerstverhaal, komt een engel bij Jezus. Lucas 1, vers 30, de engel zei tegen haar, je hoeft niet bang te zijn, Maria, want God wil goed voor jou zijn. Ken je het wel eens, angst voor God? En dan zegt God tegen jou, diezelfde engel, die komt ook naar jou toe. En dan zegt hij tegen jou, je hoeft niet bang te zijn, vul je naam maar in. Want God wil goed voor jou zijn. Ja, maar toen heb ik fout gedaan en dat heb ik niet goed gedaan in mijn leven. En dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Daar heeft het helemaal niet over. Wees nou niet bang. God wil goed voor jou zijn. En dan staat erachter. En zegt, dat was voor Maria. Nee, jij zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Zegt hij tegen jou en tegen mij. De Heilige Geest komt over jou en dan raak je in verwachting. Jezus, van Maria raakte in verwachting van Jezus. Maria had de taak om hier op aarde Jezus te baren. Dat hebben jij en ik krijgen ook de taak om hier op aarde Jezus te baren. Om hier op aarde te laten zien wie God is. Dat Jezus door ons heen gebaard mag worden op aarde. Dat is onze taak. En hoe doet hij dat? Niet door de wet voor te schrijven, nee, maar door ons te bezwangeren met zijn liefde. Daarom wordt er ook gesproken over de vrucht van de Heilige Geest in ons leven. En wat is de vrucht van de Heilige Geest? Is liefde, blijdschap, vrede. Oftewel het karakter van Jezus. Dat wil hij in ons bezwangeren. Dat het karakter van Jezus in ons leven gaat groeien. En ik hoef jullie geen voorlichting te geven. Maar een kindje ontstaat door gemeenschap. Door een liefdevolle gemeenschap. Hoe ontstaat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven? Hoe ontstaat dat Jezus steeds meer in ons leven zichtbaar wordt? Door intimiteit met God. Niet op een andere manier. Niet door vreselijk je best te doen. Een kindje die komt ook niet in de baarmoeder van een vrouw, doordat de vrouw zegt, en nou ga ik vreselijk mijn best doen om een kindje te krijgen in mezelf. Nee, het ontstaat door een liefdevolle gemeenschap met een partner. En zo ontstaat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven door een liefdevolle gemeenschap met God. En dat gaat vanzelf. Daar hoef je niks voor te doen, voor die vrucht, want dat komt. Ik heb er even een plaatje bij. Hier komt die engel bij Maria en die zegt eigenlijk, wees niet bang. Want ik heb alleen maar het goede met je voor. Durf je over te geven aan mij. Dat is overgave. En Maria, die koos voor overgave. De engel kan langskomen. En je kan ook zeggen van, ga maar een deurtje verder. Ik vind het een beetje eng. Ik wil het eigenlijk niet. Dat kan. Maar je kunt ook zeggen als Maria,
Het laat uw wil geschieden in mij. Hier ben ik. Ik ben uw dienstmaagd. Doe met mij wat u wil. En dat is eigenlijk de uitnodiging die God ook aan ons geeft. Hij komt langs en dan zegt hij van wees niet bang, want ik wil het goede in jou doen. Met mijn Heilige Geest wil ik het goede in jou bewerken. Mag ik met mijn Heilige Geest in jouw leven komen? Overal. Dus niet alleen maar op visite. In de visitekamer, maar overal. Op zolder, in de kelder, in de achtertuin, in de schuur, wat een rotzooitje is. Mag ik in jouw leven komen? Mag ik jou vullen met mijn liefde? Mag ik jouw leven van binnenuit gaan transformeren? Zodat mijn karakter in jouw leven steeds meer zichtbaar wordt, zodat mijn oorspronkelijke doel met jou, dat helemaal hier op aarde tot volle bloei mag komen. Mag ik jou bezwangeren met mijn Heilige Geest? En dan betekent wel dat allerlei dingen gaan veranderen in jouw leven. Dat als een vrouw zwanger wordt, dan gaan er allemaal dingen veranderen. En als jij zwanger wordt van Jezus, van de Heilige Geest, dan gaan er allemaal dingen veranderen in je leven. Maar alleen maar mooie dingen. Maar het gaat wel veranderen. Mensen gaan het aan je zien. Je krijgt een dikke buik. En zo krijg je een dikke buik van Jezus. Mensen gaan het aan je zien dat je aan het veranderen bent. Dat je gewoon aan het vrijkomen bent. Dat je meer geduldig wordt. Dat je meer liefdevoller bent. Dat je meer van Jezus gaat uitstralen. Dat is wat Jezus in jou wil doen. En dan kom ik uit op gebed. Als je dit snapt, als jij gewoon in die liefdesrelatie met Jezus stapt. Als jij bezwangerd bent van de Heilige Geest. Hij woont in jou. En jij gaat naar God toe. Als je hemelse papa die ongelooflijk veel van je houdt. Dan staat hier. Maar als jullie in mij blijven. En mijn woorden in jullie blijven. Oftewel in die liefdesrelatie met Jezus. Zul je alles krijgen wat jullie vragen. Wauw. Dit is gebed. Maar je snapt wel dat dit geen ego-gebed is. Dit is niet zo van, Heer, u moet dit voor me doen. Nee, die liefdesrelatie gaat eraan vooraf. En als je in die liefdesgemeenschap met God leeft, dan ga je niet eens meer dingen vragen die voor jouw ego zijn. Want je bent er helemaal niet meer mee bezig. Je bent bezig om je hemelse vader te behagen. Je bent bezig om het koninkrijk van God hier op aarde te brengen. Dat is jouw passie, dat is jouw lust, dat is jouw leven. En omdat je daar helemaal vol van bent, vanuit die liefdesverbinding met God, daarom kan God ook al jouw gebeden verhoren. Omdat jouw gebeden kloppen. Een heleboel van onze gebeden kloppen gewoon niet. Dat we bidden dingen die God helemaal niet wil doen hier op aarde. Om ze in onze eigen begeerte door te brengen, zegt Jacobus. We bidden, God verhoort sommige gebeden niet omdat we zo voor onszelf aan het bidden zijn. We zijn helemaal niet vanuit een liefdesrelatie aan het bidden. De Heilige Geest kan pas stromen als onze gebeden zijn afgestemd op Gods hart. Als onze gebeden afgestemd zijn op de trilling van Gods liefde, dan worden ze scheppend. Want dan komt Gods kracht erin. Als wij ons ego gaan doorbidden, we proberen God om over te halen om ons dingetje te doen, dan werken we helemaal niet samen met de Heilige Geest. En daarom worden een heleboel gebeden zijn ook nutteloos en waardeloos en krachteloos. Omdat we helemaal niet bidden die gebeden die we van God hebben gekregen, maar we proberen ons eigen dingetje te doen hier op aarde en daar proberen we God voor te gebruiken. Maar dat is geen gebed. Gebed is een liefdesgemeenschap met God. En eigenlijk hier op aarde uitbidden met je gebeden wat God wil doen. En als jij gaat bidden wat God wil doen, en God wil ongelooflijk veel mooie dingen doen in en door je leven heen. Dus je leven gaat echt niet, wordt er niet door verarmd. Je leven wordt er alleen maar door verrijkt door de gebeden van God te bidden. Maar als jij de gebeden bidt die je van God hebt ontvangen, oftewel die uitgelijnd zijn met de wil van God, die vanuit de gemeenschap zijn geboren, worden ze allemaal verhoord. Dat kan niet anders, want de gebeden kopen van God. Daarom is het mogelijk om een gebedsleven te leiden die vol passie is. Want dan ben je niet constant aan het vragen, maar het grootste gedeelte van jouw gebedsleven bestaat uit intimiteit. Uit gemeenschap zoeken met God, het beleven van zijn liefde. We kennen waarschijnlijk wel het verhaal van Martha en Maria, waar Jezus bij op bezoek was. Jezus was op bezoek bij goede vrienden van hem, Martha en Maria. En Maria die zat aan de voeten van Jezus en Martha was allemaal druk aan het dienen. En op een gegeven moment werd Martha zelfs jaloers op Maria. Die zei tegen Jezus van, Jezus, wilt u tegen Maria zeggen dat ze ook mee moet helpen met dienen? Want ik zit me hier uit na te werken en zij zit maar aan die voeten. Ze doet helemaal niks. En wat zegt Jezus dan? Martha, waar ben je nou druk? Kom er nou eens ook eens bij zitten.
Ik hou veel meer van relatie. Wat maakt het nou uit of een kopje minder koffie of minder thee? Ik wil gewoon gemeenschap, ik wil relatie, ik hou van je. Ik wil gewoon tijd met je doorbrengen. God verlangt naar jou, dat je tijd met hem doorbrengt. En vanuit die relatie, dan ontstaat er geloof, dan ontstaat er vertrouwen, dan ontstaat er vrede, dan ontstaat er liefde. En als je daar bent, in die liefdesverbinding met God, dan is één enkel gebedje is genoeg waar je anders misschien tiental jaren voor moet bidden. Omdat je Gods nood moet overtuigen. Maar vanuit die verbinding met God is het gewoon, oh ja, wilt hij dat ook nou even doen? Ja, kom maar, goed. Zullen we nou weer verder samen zijn? Zo makkelijk gaat dat in de tegenwoordigheid van God. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt, maar soms dan zit je met een enorme bezorgdheid en komt er van alles op je pad en je neemt even tijd om in de tegenwoordigheid van God te komen. En zonder dat je ervoor hebt gebeden, zijn eigenlijk alle dingen al opgelost. God neemt het gewoon voor je af. Dat is voor hem totaal geen probleem. Wij zijn het probleem. Omdat we in die angst zitten, in die zorg zitten. Daardoor kan God niet door ons heen stromen. Maar die gebeden zijn helemaal niet zo belangrijk. Het gaat om dat wij weer in die vrede komen. Dat wij weer in die liefde van God komen. En dan gebeuren die gebedsverhoringen zonder dat we ze bidden. Want God zegt, ik weet al wat je nodig hebt voordat je erom bidt. Een heleboel dingen hoef je niet eens voor te bidden. Die gebeuren gewoon op het moment dat je in de tegenwoordigheid van God bent. Ik bid veel minder dan vroeger. En er gebeurt veel meer. Omdat ik veel ontspannender ben. Ik wandel gewoon meer in die liefdesrelatie met God. Dus ik hoef helemaal niet meer iedere keer om bescherming te bidden. Van, hier moet je me beschermen als ik daarin rijd met de auto. Dat deed ik vroeger veel vaker. Nu eigenlijk bijna nooit meer. Waarom? Ik weet me gewoon beschermd. Dus waarom hoef je niet meer voor te bidden? Dat scheelt weer. Zo'n heleboel gebeden zijn overbodig op het moment dat jij vrede ervaart. Dat je zijn bescherming ervaart. Als je zijn tegenwoordigheid ervaart. Hoef je niet eens meer te bidden. Want je weet gewoon dat het gewoon oké is. Dat hij je beschermt, dat hij voor je zorgt. Ik bid ook bijna nooit voor financiën. Terwijl ik helemaal geen vast inkomen heb. Maar ik heb gewoon geleerd dat God voorziet. Dus hoef ik niet voor te bidden, want het is er al. En heel veel dingen waar je geloof hebt, hoef je niet meer voor te bidden. Dat scheelt heel veel gebeden. Dus heel veel gebeden kun je gewoon in de kast zetten. Hoef je niet meer je energie aan te steken. En dan kun je gewoon de tijd die overblijft, kun je gewoon bezig gaan met genieten. Van God, van de schepping, van elkaar. Want God wil dat je geniet. En niet dat je gewoon je hele leven bezig bent met te worstelen en te bidden en te strijden en te doen. Het is allemaal eigen kracht. Op het moment dat jij in die heerlijkheid van God komt, dat is al verbracht. Alleen God nodigt je uit om in zijn volbrachtheid te komen. Om in zijn volheid te komen, want daar is het al. Daar hoef je niet meer voor te bidden, bij God is het er al. Dus als je in God bent, dan is het er al. Dan hoef je niet meer voor te bidden. Een heleboel dingen kun je gewoon loslaten op het moment dat jij in God bent. Dit is een... Johannes 15, vers 7. Maar als jullie in mij blijven en mijn woorden in u blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen. Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Dus dat wil de Vader. De Vader wil, de hemelse Vader wil niks liever dan dat jouw leven vol met vrucht is. Daar hoef je niet eens voor te bidden, want dat wil hij al. En je hoeft niet iemand... Kijk, als God jou iets wil geven, dan hoef je niet meer om te vragen. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Stel dat ik iets aan mijn zoon wil geven, zeg van, hier heb je een heel mooi cadeau. En hier heb je een mooie voetbal, ik noem maar even iets. En dan, als mijn zoon dan iedere dag komt vragen van, papa, mag ik een voetbal, mag ik een voetbal, mag ik een voetbal? Zeg, hier is hij toch al? Pak hem nou gewoon eens. Zo bidden wij een heleboel dingen van God die al aan klaar liggen. Waar we helemaal niet voor hoeven te vragen, we moeten het gewoon eens een keertje gaan ontvangen. Zo kun je eindeloos bidden voor vergeving, terwijl het al lang geschonken is. Ga het gewoon al eens aanvaarden dat het al is. Dan kun je dat eindelijk eens laten rusten. Dus eigenlijk is gebed meer het uitpakken van de zegeningen die God al voor je heeft. Nadat het maar eindeloos bidden en smeken dat hij het eens een keer gaat geven. Dat geldt voor een heleboel dingen. Ook voor de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. Ik was vroeger ook heel lang aan het bidden voor allerlei dingen, want ik wilde graag de gaven van de Heilige Geest, boven natuurlijk van de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dus ik zat er maar om te bidden en te bidden en te bidden. En er gebeurde helemaal niks. Want ik had wel eens gelezen dat mensen dan allerlei dingen ervoeren in hun lijf. Dat als de gaven genezing, dan moet je een sensatie door je arm heen ervaren. En dan weet je, als je iemand de handen oplegt, dan wordt hij genezen. Dus ik bidden, er gebeurde niks. Tot het moment dat het langzaam tot me door begon te dringen, ook door een stukje onderwijs wat ik ontving. Je moet er niet om bidden, je moet geloven dat je het hebt.
Je moet gaan uitpakken, je moet erin gaan leven. Dan ga je het ervaren. Dus, je hoeft, dus dan hoef je een heleboel dingen niet meer te bidden. En dan kun je het gewoon gaan uitpakken. En dan kun je er gewoon in gaan leven. En dan ga je ervaren dat het er gewoon is. Bijvoorbeeld als jij van iemand te horen krijgt van... joh, ik heb een miljoen euro op de bankrekening staan en hier is een pasje. Hier is mijn creditkaartje, je mag het gebruiken. Nou, dan kun je het geloven of je kunt het niet geloven. En als je het niet gelooft, ervaar je het niet. Als je het wel gelooft en je gaat die creditkaart gebruiken en het blijkt waar te zijn, dan verandert je leven. Hè, maar de toezegging is al gedaan. En zo is, in Jezus hebben we ook ontzettend veel dingen ontvangen. Alleen het is nu aan jou en mij of we er al of niet gebruik van gaan maken. Je bent er vrij in. God dwingt jou niet om in die volheid van zijn liefde en vrede enzovoort te wandelen. Maar hij zegt, het koninkrijk breekt zich baan met geweld, Gods koninkrijk, geweld op een positieve manier van het woord, en geweld naar schrijven ernaar. Je kunt het ook gewoon aan je voorbij laten gaan, maar je kunt ook zeggen van, Heer, ik wil in die volheid van uw liefde, van uw kracht, wil ik wandelen. Het is er. Het is aan ons om er gebruik van te maken. Dit plaatje heb ik opgezocht, God, het is dus Gods verlangen dat je vrucht draagt. En als jij in liefdesgemeenschap met God wandelt, en je bent zwanger van God, ik weet niet of de vaders onder ons, als je dat nog kunt herinneren, dat je vrouw net zwanger was. Dan ga je extra goed voor je vrouw zorgen. Omdat zij jouw kindje draagt. Dan ga je ineens ontbijt op bed brengen en zo. En dan ga je een heleboel dingen doen die je anders niet doet. Omdat zij niet? Nog steeds. Oh, nog steeds. Nou, kijk eens aan. Maar in ieder geval, er gebeurt iets... omdat je weet dat je vrouw in verwachting is. Dat is iets bijzonders. Daar reageer je als aankomende vader ook op. En zo reageert God ook op jou. Op het moment dat hij weet dat Gods geest in jou is. Dan ben je zwanger van Gods kind, van Gods vrucht. En dan zorgt hij met nog meer liefde voor jou. Want hij wil niks liever dan dat kindje wat jij in je draagt, dat helemaal beschermt, dat het helemaal tot bloei komt. Dus Gods liefdevolle zorg is er gewoon om jou. Hij houdt van je en hij wil niks liever dan dat jij vrucht draagt hier op aarde. Dus je hoeft niet te bidden van, Heer, ik wil vrucht dragen, doe het alsjeblieft. En nee, hij wil niks liever. Dus kom in die flow, kom in die afstemming op Gods liefde en het gebeurt vanzelf. Daar hoef je niet voor te bidden. Dat gebeurt. God houdt van je en je mag alles met hem delen. God verlangt een passievolle liefdesrelatie met jou. En wij hebben soms de neiging dat we alleen naar God mogen gaan als we blij zijn. Ken je dat? Nou voel ik me gelukkig, nou voel ik me wel heilig, nou durf ik naar God te gaan. Wist je ook dat je naar God kan gaan als je verdrietig bent, als je somber bent, als je boos bent, als je wanhopig bent, als je... Alles mag je gewoon mee naar God komen. Want God wil niks liever dan dat jij bij hem komt. God wil dat je bij hem kent als je ontzettend veel... Als je vreugde bent, als je in aanbidding bent. En dat vindt hij heerlijk, omdat... om dat te ontvangen, om jouw liefde te ontvangen, om dat met jou te delen. Maar wist je dat God ook heerlijk vindt als je bij hem komt met je angst? Wat zou toch erg zijn als mijn kind gewoon naar mij toe komt, als hij blij is en op het moment dat hij bang is dat hij van me wegrent. En je wilt dan dat hij juist naar je toe komt, als vader of als moeder, dat je kinderen gewoon bij je schuilen met alles, hè, met hun vreugde van papa kijk eens. Maar ook als ze bang zijn, oh, ik ben bang voor het onweer. Dat ze bij alles bij je komen schuilen. En als wij het al kunnen beleven als gewoon aardse vader en een moeder. Of het ons kunnen voorstellen. Hoeveel te meer is de liefde van God. Die wilde gewoon dat je met alles. Je verdriet, je pijn, maar ook je vreugde. Alles bij God komt. Met je verwondering. Zie je een kindje met een stukje zand in zijn... bij God bestaat niks onbenulligs. En dat denken wij, maar bij God is het kleine is net zo belangrijk als het grote. Dus zelfs van een kopje water kan ik al zeggen van wauw, wat heeft dit fantastisch bijzonder gemaakt. Als je hierover gaat nadenken wat er gebeurt als ik een kopje water drink, dan ja goed, daar zou ik alleen al een preek over kunnen houden. En maar als je daarbij gaat stilstaan, wat een wonder dat is. En laat het tot je doordringen, dan kom je al in aanbidding van een glas water. Want dat is niet zomaar iets, hè? Nou goed, het is een ander hoofdstuk, maar... Je mag bij God komen met je tranen, met je verdriet. Je mag het bij God uithuilen. Dat wil hij zelfs. Want dan, door die tranen, komt genezing.
Het hier op aarde is niet altijd leuk. Laten we eerlijk zijn. Er gebeuren heel veel ellendige dingen. En we hebben heel veel pijn. Heel veel mensen hebben heel veel zielenpijn. Heel veel verdriet om wat er om ons heen gebeurt. Om wat er in ons eigen leven gebeurt. Maar dan kun je je verharden. Maar je kunt ook je tranen uithuilen bij Jezus. En dan zijn het tranen van genezing. En dat wil Hij ook. Hij wil ook dat je tot Hem komt met je verdriet, met je pijn. Want Jezus kan in alles met je meevoelen. Want Hij heeft alles zelf doorleefd. Dus waarachtig gebed is diep je hart delen met Jezus. In alles. En niet alleen maar als je op de bergtop bent. Maar ook als je in diep dal zit. Ook als je in depressie bent. Dan denk je van, nu wil God me niet zien. Nu ben ik zo depressief. Nee, God houdt nog steeds net zoveel van je. En Hij wil net zo goed in je depressie zijn als op de bergtop. Dat is gebed. Waarachtig gebed is je hart delen. Alles delen. Met je hemelse papa. En dan ontstaat er een hele mooie relatie van waaruit er een heleboel mooie dingen gebeuren. Ook in je wanhoop. He, als het financieel allemaal niet meer, als je niet meer weet hoe je het moet doen. Ook dan mag je gewoon naar God gaan. Bij God is bij hemelse papa is er altijd een oplossing. Maar kom wel met je problemen bij God. Want God kan je alleen maar helpen als jij met jouw ellende bij God komt. Als je hem toelaat in jouw ellende. En niet als je hem buiten sluit. Zeg maar, ja, maar dit kan God vast niet oplossen. Nee, dat kan niet ook niet. Maar op het moment dat je van hier, ik weet echt niet meer. Wilt u in mijn ellende komen? Ja? Tot wie richt ik mij in mijn gebed? Als ik bid, dan ben ik in verwarring. Omdat ik denk, Hele goed. Tot wie richt ik mij? Richt ik mij tot God of richt ik mij tot Jezus Christus? Ja. Dat is een hele goeie. Daarom heb ik dat eerste stukje onderwijs gegeven. Kijk, wij naderen tot God. Maar we kunnen dat door het offer van Jezus. Dus via Jezus kunnen we tot God naderen. Want gaan we via een andere weg, dan zitten we nog met onze schuld en met onze zonde. Want wij kunnen alleen zeg maar, in die verbinding met God komen als we gereinigd zijn. En daar hebben we Jezus voor nodig. Dus het is eigenlijk, we gaan tot God via Jezus. Daarom zeggen we ook meestal, dan eindigen we gebed in Jezus' naam. Maar het gaat natuurlijk niet zozeer om het riedeltje, maar het gaat dat je realiseert dat je zeg maar in verbinding met God kunt komen doordat Jezus voor jou en mij aan het kruis is gestorven. Want anders zitten we nog in onze tekorten, in onze fouten. En Gods heiligheid kan geen verbinding maken met onze zonden. Maar via Jezus ontvangen we reiniging. En door die reiniging kunnen wij naar God gaan. En daarom is het belangrijk om via Jezus tot God te gaan. Maar Jezus zegt ook, ik ben God. Dus je mag ook tot Jezus bidden. En je mag ook tot God bidden. Als je maar weet dat je tot God kan bidden, doordat Jezus voor jou aan het kruis is gestorven. Doordat je zonden vergeven zijn. Want anders loop je nog met je zonden. En dan krijg je weer die schuld en die schaamte en dat je niet goed genoeg bent voor God. En Jezus laat jou zien, de weg is vrij. Maar in principe mag je tot God bidden, zegt Jezus ook. Je bidt tot de Vader in zijn naam. En in zijn naam betekent dat je het offer van Jezus hebt aanvaard. En dan mag je dat ook letterlijk noemen in Jezus' naam. En goed, dat is dan meer hoe iedereen daar zelf dan in zijn gebed een eigen gewoonte aan geeft. Dat, het gaat niet zozeer om de uiterlijke vorm. Hè, maar dat je weet dat je de toegang vrij is tot God via Jezus. Door het verbrachte werk van Jezus. Als laatste. Vetendiploma, mag je ook mee naar God komen. Hoe trots is een kindje in de eerste klas of groep 3 heet het tegenwoordig. Als hij zijn vetendiploma heeft gehaald. Dus denk nooit, dat vindt God niet interessant. Nee, God vindt jouw kleine overwinningen ook super interessant. Het klein en groot, voor een kind is dat heel groet. Eindelijk hebben ze weken voor geploeterd. Eindelijk een vetendiploma waar je denkt, dat vindt God niet belangrijk. Nee, God vindt alles belangrijk. God vindt jou kleine overwinning in het leven van iedere dag vindt dat super belangrijk en er mogen ook trots momentjes zijn. Dat je mag ook trots zijn op jezelf. Dat je gewoon dankbaar bent dat eindelijk iets gelukt is en daar is God ook blij mee. God is gewoon blij met jou en hij is betrokken. Op het moment dat je beseft dat hij is betrokken, hij is niet een ver weg God die af en toe jou eens in de week komt bezoeken om te kijken of je cijfers goed gaan. Hij is iedere dag bij jou betrokken. Hij is God die een relatie met jou wil. Hij die iedere dag weer uitziet dat je wakker wordt, je ogen opent. Van yes, er is ze weer. We gaan weer een mooie dag maken met elkaar. En hij is trouwens ook in jouw slaap, is die ook gewoon. Hij kijkt de hele tijd naar je. Of je nou snurkt, of in een gekke houding slaapt, of met je duim in je mond. Dat maakt voor hem allemaal niet uit. Hij kijkt met ontzettend veel liefde naar je.
En we gaan nu, we hebben net een heerlijke tijd gehad van, waarin we de nadruk hebben gelegd op intimiteit. En in de tweede lezing wil ik toch nog iets delen over de vorm van bidden waarin we scheppend mogen bidden. Maar als je dat eerste niet kent, dan is het tweede niet mogelijk. Want dat scheppend gebed wat wij hier op aarde mogen bidden namens Jezus, dat vloeit voort uit intimiteit. Want uit intimiteit word je bezwangerd, word je zwanger. En dat zwanger worden van Jezus, dat wordt zichtbaar hier op aarde. Want dan gaat je buik groeien en dat maakt Jezus hier op aarde zichtbaar. En dat is natuurlijk wel de bedoeling dat door ons leven heen, door ons handelen, door onze woorden, door wat wij doen hier op aarde, dat we Gods liefde hier op aarde handen en voeten geven, letterlijk en figuurlijk. Dat wij namens Jezus mensen gaan omarmen met Gods liefde. In het letterlijke, maar ook soms ook gewoon door liefdevolle daden te doen, door iets moois met je leven te doen. Dan geef je als het ware mensen in je omgeving een liefdevolle huk namens God. Dat kan in de vorm van een letterlijke omarming zijn, maar kan ook in de vorm van zijn van iets voor iemand betekenen. Een boodschapje doen voor je buren. En in ieder geval liefde handen en voeten geven. Het kan in vele vormen. Maar op die manier geef jij Jezus handen en voeten. En ik wil hier nu even een beetje ingaan in het scheppend gebed. Wat is dat? Een scheppend gebed in Jezus' naam. Want we hebben zeg maar, het bidden is je hart delen met God. Dat heeft te maken met intimiteit. Dat gaat vooraf aan scheppend gebed. Eigenlijk heb je maar twee soorten gebeden. Het gebed dat zich richt op gemeenschap met God. Dank, aanbidding, delen. Gewoon God beleven en je hart met hem delen. En zijn hart met jou laten delen. Die tweerichtingsverkeer. Je laten beminnen door God en God beminnen. Die diepe verbinding. Vanuit die verbinding zegt God, oké, en nu gaan wij hier op aarde mijn koninkrijk zichtbaar maken. En dat is een andere vorm van gebed, dat is vanuit het hart van God scheppend gaan bidden. Dat kort samengevat is het eigenlijk het shalom uitspreken. Woorden hebben scheppingskracht en het shalom, dat is het Joodse woord voor vrede. Alleen ons Nederlands woord voor vrede is eigenlijk heel eng. Het Joodse woord shalom, dat omvat eigenlijk alles. Het omvat eigenlijk zoals God het heeft bedoeld in jouw leven. De volle genezing, heling, bevrijding, overvloed. Al het goede wat God heeft bedoeld, dat over jou wordt uitgegoten. Dat is eigenlijk op het moment dat je iemand shalom, de vrede goed geeft. Dan geef je hem eigenlijk vanuit de troon iets van God. Giet je over die ander uit. De goddelijke goedheid. Zijn heilige naam. Alles wat die naam bevat. De volle zegen die God voor die ander bedoeld heeft. Daar mag je iets van uitdelen. Vanuit jouw persoonlijke intimiteit met God. Want je kunt alleen maar dat uitdelen wat je zelf hebt ontvangen. En dus daarom is die intimiteit met God. Komt op de eerste plaats. Vanuit die intimiteit vul je helemaal met zijn liefde. Met zijn vrede, met zijn kracht, met alles wat je nodig hebt. Dan ben je helemaal vol. Vanuit die volheid, want je hebt meer dan genoeg. En mag je gaan uitdelen. En dan zegt Jezus eigenlijk, ga mijn vrede, geef ik u mijn vrede. Laat ik u, breng vrede op de wereld. Ga mijn heil brengen. Dus ook, eigenlijk komt heil ook dicht in de buurt van shalom. Het heil omvat ook alles. Heil van God, het evangelie, het blijde nieuws, dat mogen we nu gaan uitdelen. Dat is eigenlijk het scheppend bidden. We scheppen het koninkrijk van God hier op aarde. Dat leert Jezus ons ook bidden. In het onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is een gebed, maar dat is niet een vragend gebed, dat is een scheppend gebed. Uw koninkrijk komen. Je spreekt het koninkrijk van God in jouw situatie. Dat is een scheppend gebed. Vanuit intimiteit met God schep je het koninkrijk van God. Dat doe je. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Het is niet een bevel dat je God zegt. Nee, dat is, jij spreekt de wil van God uit over de situatie in jouw leven waar jij invloed op uit mag oefenen. Want God heeft jou een terrein gegeven hier op aarde waar jij invloed uit mag oefenen. Je werk, je gezin en waar jij komt in de supermarkt. Je hebt een invloedssfeer om je heen. Je familie, je kinderen, je ouders. Er is een invloedssfeer waar jij invloed op mag uitoefenen. En dat kan zich gaan vergroten, jouw gebied. En dan mag jij de vrede van God gaan brengen. Door de scheppende woorden uit te spreken. Door de vrede goed te geven. Te zeggen, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden.
Je mag zijn wil laten geschieden door jouw scheppende gebeden, jouw scheppende woorden heen, vanuit intimiteit met God. Dus dat is het scheppend gebed, dat is het zegenend gebed. Jullie zijn het licht voor de wereld. Dus God heeft ons tot een licht gesteld. In jouw eigen specifieke leefomgeving ben jij bedoeld om een licht te zijn. En dat licht, dat kun je uitdoven. Je kunt onder een korenmaat zetten of je kunt op een standaard zetten. En door het op een standaard te zetten ga je bewust, scheppend, vanuit geloof, vanuit verbinding met God, vrede brengen op je werkplek, vrede brengen in jouw huis, shalom brengen bij mensen die jou onrecht aandoen. Dan kun je met boosheid gaan reageren, maar Jezus zegt, nee, zegen hen. Degene die jou onrecht aandoen, zegen hen. Want niet door boos te worden verandert de wereld, maar door degene die onrecht aandoen te zegenen. Want zij hebben zegen nodig, want door de zegen van God gaan ze anders leven. Niet door boos terug te doen, door ze gewoon van alles nog wat toe te wensen. Want dat is een vloek. Door in gedachten die energie te sturen, dan schep je vernietiging. Maar door ze bewust, dat is je primaire reactie vanuit het vlees. Als iemand jouw onrecht aandoet, zelfs al zeg je niks, je slikt het in, die donkere emotie straal je toch uit. Op het moment dat jij zeg maar, met vrede gaat zegenen, dan reageer je in de tegenovergestelde geest en dan schep jij het Koninkrijk van God. En dat is een bewuste keuze vanuit je relatie met God, door de Heilige Geest. Kun je alleen maar als jij intimiteit met God beleeft, want vanuit je vlees kun je het niet. En dan ben je gewoon, dan reageer je primair vanuit boosheid, van irritatie, en mensen hebben je op je tenen getrapt en je gaat je recht halen enzovoorts. En dat is allemaal vlees. En ons vlees kan niet zoveel van God scheppen hier op aarde. Daarom kan het alleen maar vanuit verbinding met God zeggen, nee, ik wil niet primair vanuit mijn vlees reageren. Ik kies voor vergeving, ik kies om te zegenen, om zelfs de mensen die mij erop benaderen, om mijn vervelende baas, vervelende buurman, of weet ik wie vervelend is in jouw leven, gaan ze zegenen met vrede. Dat is wat Jezus ons leert. En dat begint met wie weet wie je bent in Christus, en dat heeft te maken met die intimiteit. Weten wie je bent. Jij bent, daar hebben we voor de pauze mee geoefend, jij bent een geliefde zoon, een geliefde dochter van God. De weg naar God is vrij. God woont in jou. Hij houdt van je. Je bent goed zoals je bent. Je bent uniek, je bent mooi, je bent prachtig. En vanuit die wetenschap dat je zeer geliefd bent, mag je nu de liefde van God gaan uitdelen op aarde. Matthäus 28 vers 18. Jezus kwam naar hem toe en zei, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde gekregen. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie tot de tijd van de wereld om is. Dus God heeft ons een opdracht gegeven. Maak alle volken tot leerlingen van mij. En dat alle volkeren, dus iedereen hier op aarde, ook het pad van de liefde van Jezus gaat wandelen. En dat kunnen wij alleen maar doen door het zelf voor te wandelen. Want het heeft geen zin om tegen iemand te zeggen, je moet zo en zo doen. Je kunt alleen maar zeggen van, of laten zien wat Gods liefde is door je eigen leven heen. En mensen hongerig maken, mensen op een positieve manier jaloers maken. Van wat hij heeft, wat zij heeft, wat jij hebt, dat wil ik ook. Hoe moet ik daar aankomen? En dan kun je ze bij Jezus brengen. En niet door te zeggen, jij moet ook Jezus leren kennen. Dat gaat niet werken. Maar als jij zo in staat bent het voor te leven, dat zij iets hebben van ik zie dat jij vrede hebt, waar haal je die kracht vandaan? Wat jij hebt wil ik ook. Dan kun je ze heel makkelijk bij Jezus brengen. Snap je? Dus het gaat om dat jij toont wie Jezus is door jouw leven. En dan komt er openheid voor degenen die hongerig zijn. En dan kun je ze heel makkelijk bij Jezus brengen, omdat ze het al in jou gezien hebben. En zo wil Jezus dat wij het evangelie uitdragen door getuigen te zijn. En getuigen zijn betekent dat jij deelt wat Jezus voor jou heeft gedaan. Want als jij getuige zijn, betekent dat je iets hebt meegemaakt, dat je iets hebt ervaren en daar ga je over vertellen. Dus je gaat ervaren wat je zelf van Jezus hebt, wat je zelf van Jezus hebt ervaren, dat ga je vertellen en delen met een ander. Dat is getuige zijn. En niet de ander het evangelie in de strot proberen te drukken. Maar gewoon je hart te openen en te vertellen aan iemand van, joh, wat Jezus nou in mijn leven heeft gedaan. Dat is zo bijzonder. Maar ik met je delen. Maar ik ervaar zoveel vrede in deze situatie, vanuit mijn relatie met God. En dat je op zo'n manier dingen gaat vertellen over je eigen leven, dat mensen iets hebben van, wauw, wat mooi, dat wil ik eigenlijk ook wel. Oké, het zegengebed. Jezus zegt, zegen de mensen die je vervloeken
En bid voor mensen die je slecht behandelen. Nou, als we daar eens met elkaar mee gaan beginnen in plaats van te mopperen. He, van, oh, maar die is zo slecht. Oh, kijk eens, dat is een ellendige. Oh, en daar gebeurt weer allemaal ellendige dingen. Daar heeft niemand wat aan. Door te gaan mopperen en door met je vinger te wijzen. Oh, wat slecht is het allemaal. Als we nou met elkaar massaal eens ophouden met mopperen en vinger te wijzen. En zeggen van, we gaan zegenen. Heer, zegen die persoon. Die zo naar doet. He, zegen die politicus of zegen die, weet ik veel wat, waar jij zegt van, oh, wat doet hij nou? Nou, ga hem dan zegenen. Daar heeft hij meer aan dan je boos te maken en jezelf op te vreten. Daar heeft niemand wat aan, dat is alleen maar negatieve energie. Maar door juist jouw bijdrage te leveren aan de liefdevolle wereld door te gaan zegenen. Want je hebt zoveel kracht vanuit Jezus' naam. Door te zegenen, schep je Gods Koninkrijk hier op aarde. Dus wees overal zegenend aanwezig. Jezus zegt, geneest de zieken, maak doden weer levend. Verjaag duivelse geesten. Geneest de zieken, ik wil het even wat breder uittrekken, geneest het zieken. Datgene wat ziek is in de samenleving, gaat genezen met de liefde van Jezus. He, dat geldt wel voor fysiek ziek, maar met name geestelijk ziek en verziekte samenleving. He, ga iets, verziekte straat, misschien is jouw straat verziekt. He, of de school van je kinderen, of dat het gewoon, zeg van, dit klopt niet, er is een hele nare sfeer. En dan mag jij vrede gaan brengen, dan mag jij Jezus gaan brengen, dan mag jij genezing gaan brengen. Wat dood is, weer levend maken. Sommige dingen die zijn gewoon, waren ooit mooi en liefdevol en er is niks meer van over. Kunnen relaties zijn die gewoon helemaal dood zijn gegaan. En dan zegt God, ja, maar jij kunt er weer nieuw leven in blazen. Ik heb iemand nodig om er nieuw leven in te blazen. Iets wat kapot is gegaan, dat kan weer geheeld worden. Zelfs als iets dood is. En soms dan kan het weer tot leven gewekt worden. Maar Jezus die heeft jou en mij nodig, want hij heeft ervoor gekozen om ons te gebruiken om tot leven te wekken dat wat dood is. Om te genezen dat wat ziek is. En dat is heel breed, maar hij doet het niet zelf, maar hij doet het door ons heen. Als gij het huis binnentreedt, geef het de vrede goed, shalom. Wij zijn vredebrengers. Als jij naar een verjaardag toe gaat, zeg je, ja, maar ik ga er niet naartoe hoor. Dat is een hele nare, vervelende sfeer. Nou, ga er dan juist heen. Of als je toch moet, ga erheen. En ga niet denken van, oh, ik zit mijn tijd uit. Maar ga daar de vrede goed van Jezus brengen. En weet je, bewust, jij bent sfeerbepalend. In de supermarkt kun je gewoon de vrede goed gaan brengen. Jij bent een lichtdrager. Op je werk, misschien is het gewoon een goede gewoonte om daar eens een paar keer bewust mee bezig te zijn. Ik zegen mijn werk. Deze werkvloer met de vrede van Jezus. Ik zegen mijn collega's, mijn baas. Breng daar de vrede van Christus en dan verandert de sfeer. En wat gebeurt er door de zegen? En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. De zegen van God die bewerkt vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid voor het koninkrijk van God. Dus wat jij zegent, dat komt in goddelijke bestemming. En dat geldt voor mensen, het geldt voor dieren, het geldt voor planten, het geldt voor dingen. Overal kun jij de zegen van God over uitspreken. En we weten zelfs dat water ook reageert op positieve woorden. Dat is wetenschappelijk bewezen. Zo kun je, alles bestaat uit trillingen om ons heen en alles reageert op trillingen om ons heen. Op het moment dat wij de zegen van God uitspreken, de shalom, in Jezus naam, dan gaan dingen weer hun oorspronkelijke bestemming gaan krijgen, zoals God het heeft bedoeld. Wij zijn geen tovenaars, maar wij laten het aan God over, maar we mogen wel die vrede uitroepen over situaties. En dan laten we vervolgens aan God over hoe hij dat dan weer in zijn goddelijke orde brengt. Want wij kunnen God niet manipuleren, maar kunnen wel de vrede over uitspreken. Zo bid ik ook altijd voor genezing. En ik zeg, je hebt genezing in een heleboel gradaties. Maar op het moment dat ik de vrede uitspreek, shalom uitspreek, genezing uitspreek over mensen, dan in Jezus' naam, dan gebeurt er iets. Maar ik laat aan God over in welke mate, op wat voor manier en in welke volgorde die genezing mag plaatsvinden. Want ik denk alleen hele specifieke gevallen, als je openbaring krijgt, of we gaan van geloof, dan kun je echt handelen, maar heb je dat niet, wees dan gewoon heel voorzichtig en liefdevol en breng iemand in de tegenwoordigheid van God. Spreek een zegen uit, spreek genezing uit en er gebeuren hele mooie dingen. Maar wel op Gods manier en op Gods tijd. En soms gaat het heel snel, soms gaat het minder snel. Maar dat is een hele mooie manier
om leven uit te spreken. Continu leven uitspreken, want woorden hebben kracht. En de zegen, gebed van God in Jezus' naam, heeft kracht. Het scheppend gebed. Hè? Dus we hoeven niet passief toe te zien hoe alles om ons heen verrot. Hè? Maar we mogen leven spreken. En als we dat allemaal gaan doen, als alle christenen op aarde die ons daar bewust van gaan worden en we gaan leven uitspreken, dan kan God zelfs zomaar een zee gaan genezen. De lucht kan die genezen. Doe je dat in stilte of hardop? Kan beide. Maar hardop is vaak krachtiger dan een stilte, omdat het ook dan echt een trilling is. Jezus die sprak ook echt tot de wind. Hè. Ga liggen in Jezus naam. Of hij hoeft niet in Jezus naam te zeggen, want hij is Jezus. Maar de woorden hebben scheppingskracht, maar soms is er niet de gelegenheid om het hardop te doen. En dan kun je het gewoon van binnen doen, hè, in stilte doen. En dan, ja, uiteindelijk is het niet het volume hè, wat de kracht is, maar het geloof. Ja. Alleen, ja, soms dan helpt het wel om geloof te verbinden door een actie eraan te verbinden, door het woord ook echt uit te spreken. En dat helpt wel, want dan horen je oren het. En dan, ja, woorden hebben wel kracht, maar het kan, soms is de gelegenheid niet om het hardop uit te spreken en dan van binnen zegenen, is ook krachtig. Het gaat om de intentie, om een krachtige intentie die je eigenlijk in Jezus naam uitspreekt. Genesis 26, vers 12. Isaac zaaide in dat land en oogst in dat jaar 100-voudig, want de Heere zegende hem. En het is leuk als je het in de context leest, dan zie je dat Isaac zegende in de tijd van hongersnood. Dus hij zaaide gewoon in geloof, wat hongersnood. Ik ga hier scheppen. Ik ga hier overvloed scheppen. Ik ga in geloof de zegen van God uitspreken. Ik ga zaaien, terwijl het eigenlijk helemaal niet kan, terwijl de grond dor en droog is. Ik ga je zaaien, ik ga je leven brengen. God zegen hem en hij oogste 100-voudig, want de Heere zegen hem. He, dus maar Isaac moest er wel zaaien. He, als Isaac niet had gezaaid, had God niet kunnen zegenen. He, dus God verlangt van ons dat wij niet alleen maar zeggen, oh, wat is er allemaal dor en droog om ons heen. Dan zegt God, ja, zie je dat? Nou, ga jij nou eens iets doen, zodat het weer gaat bruisen, dat er weer leven komt. En ga in geloof dan leven scheppen. Ga weer leven brengen. Want ik wil je zegenen. En ga het in geloof doen. Kijk niet naar het dorre en droge. Hè, maar ga daar leven scheppen. Marcus 10, vers 16. Het gaat om de kinderen. Hij zegende de kinderen. En hij omarmde ze letterlijk, staat er. Hij omarmde ze en hun de handen opleggende zegende hij ze. Dus Jezus die zegende ook. En hij sprak leven uit over die kinderen. En bracht ze in de tegenwoordigheid van God, sprak leven uit over de kinderen, over hun toekomst. En schiep zo leven in hun leven. Matthäus 14, vers 19. En hij beval de scharen dat zij in het gras zouden gaan zitten. Hij nam 5 broden en 2 visjes en zag op naar de hemel. Dat is ook weer zo belangrijk. Misschien heb je maar 5 broden en 2 visjes. Maar heer, dat is niet genoeg. Ja, als je naar die 5 broden en 2 visjes kijkt, is niet genoeg. Maar als je naar de hemel kijkt, dan is het ineens plenty. Dus ga nou gewoon kijken van wat je hebt. Heer, ik heb maar heel weinig. Maar met wat ik heb, ga ik werken. En heer, u moet maar voor zorgen dat het genoeg is. En dat gebeurde ook. En hij keek naar de hemel, sprak de zegen uit. Wat is er in de zegen? In de zegen is vermenigvuldiging, is scheppingskracht, is vruchtbaarheid. Jezus sprak de zegen uit, brak de bodem. Broden gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen en er kwam overvloed. Net als dat Isaac zaaide in een dor land en er kwam overvloed. Jezus had maar 5 broden en 2 visjes, maar het was genoeg. Jouw eigen kunnen, wat misschien maar heel beperkt is, op het moment dat je het in de handen van Jezus legt en je vraagt de zegen over, je gaat er gewoon mee aan de slag. Je zegt, maar wat kan ik nou? Dat gaat er niet om. Iedereen kan iets. Op het moment dat je gaat werken met wat je hebt, dan gaan er wonderen gebeuren. Op het moment dat je zegt van heer, ik wil eerst overvloed en dan ga ik van die overvloed uitdelen. Dan ben je aan het omdenken. Ben je andersom aan het denken, niet als God. Nee, God zegt, nee, gebruik datgene wat je hebt, hoe weinig het ook is. En ik ga het vermenigvuldigen. Nee, maar als jij wacht eerst van heer, je moet me eerst overvloed zegenen. Dan ga ik van die volle zegenen, ga ik mee aan de slag. Zo werkt het niet. Nee, God zegt, vanuit jouw armoede, vanuit je weinig hebben, vanuit je beperkt kunnen, ga er gewoon iets doen. En dan gaat God het uitbreiden, gaat God het zegenen. Maar begin gewoon met het kleine dingetje wat jij kunt. Maar bij God is geen klein en groot. Bij God is klein en groot precies hetzelfde. Het gaat om dat iets in beweging komt. En dat jij, misschien zeg je wel van ja, maar de hele wereld is zo ellendig, daar kan ik toch niks aan doen. Jawel, ga jij nou in het kleine beginnen.
En jij bent niet verantwoordelijk voor wat daar allemaal gebeurt, maar jij bent verantwoordelijk voor dat jouw kringetje, dat dat gaat getransformeerd worden naar het Koninkrijk van God. En dan kan God zomaar dat gaan copy-pasten naar andere gebieden waar hij datzelfde dingetje in nodig heeft. En dat is Gods zaak. Het is jouw zaak om in jouw kleine koninkrijkje, om daar de vrede van God te brengen. En het is niet jouw verantwoordelijkheid om de wereld te veranderen, dat is Gods verantwoordelijkheid. Mm. En dat geeft ontspanning. Dus je hoeft je ook niet allemaal bezig te zijn met al die moeilijke dingen overal. God zegt, joh, wees nou gewoon maar bezig in je eigen tuintje. Zorg dat daar gewoon liefde is, dat daar vrede komt, dat daar de koninkrijk van God zichtbaar wordt. En dan gaat het zich vermenigvuldigen, gaat het zich uitzaaien. Ik wil afsluiten met de priesterlijke zegen. En dan wil ik zo nog even weer een tijd van gebed nemen. Ik wil het eigenlijk met een open eind eindigen. Een aantal mensen die gaan wel te kennen dat ze eigenlijk ook wel nog een zegen wilden ontvangen. Daar heb ik dit niet altijd voor gehad. Ik wil zo ruim de tijd nemen. Zodat iedereen die een zegen wil ontvangen, die kan een zegen ontvangen. Voel je vrij om ook gewoon... Nadat ik heb afgesloten om naar huis te gaan, voel vrij om te blijven, voel vrij om een zegening te ontvangen. Ik ga dus nog even verder met die priesterlijke zegen. In het Oude Testament wordt de priesterlijke zegen opgeschreven en die bestaat uit het volgende. De priester gaat in de tegenwoordigheid van God, vult zich met God en gaat eigenlijk vanuit die volheid gaat hij het volk zegenen. En wat zegt hij dan? De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En hij legde daarmee eigenlijk de shalom, de volle shalom, de naam des Heeren, over het volk. En dat is helemaal geen ingewikkelde zegening. Dat is eigenlijk gewoon, ik leg de naam van God op jouw leven. He, met alles wat erbij hoort. He. De vrede, de kracht, de bescherming. Eigenlijk alles wat die volle zegen ontvangt. Wie mag zegenen? Jij mag zegenen. He, op het moment dat jij weet dat de Heilige Geest in jou is, dat jij een kind van God bent, dan ben jij in staat om mensen te zegenen. En jouw zegen is net zo krachtig als wat voor Gods man of Gods vrouw dan ook. Want je hebt dezelfde Heilige Geest. En denk niet van, oh, die is zo krachtig. Hè? Die is echt een man van God. Die is echt een vrouw van God. Als hij zegent of zij zegent, dan gebeuren er allemaal dingen. Er bestaat maar één Heilige Geest. En die Heilige Geest is in jou. Dus op het moment dat jij zegent, dan heeft het net zoveel kracht als dat wie dan ook zegent. Want je zegent namelijk niet vanuit je eigen kracht. Je zegent in de naam van God. Amen. Ik wil een... Ik nodig jullie eigenlijk uit om te gaan staan. En dan wil ik eigenlijk deze zegen over jullie uitspreken. En ik nodig jullie uit om het ook te ontvangen in geloof. Om gewoon, ik neem alles. Ik neem alles in ontvangst wat u van mij wil geven. He, want jij eert God. Niet door, bij God mag je gewoon hebberig zijn. Want jij verheugt zijn hart door alles in ontvangst te nemen wat hij jou graag wil geven. He, door een heleboel geschenken links te laten liggen die hij eigenlijk voor jou bedoeld heeft. Dan maak jij hem niet blij mee. Dat is valse bescheidenheid. He, God die verlangt juist zijn volheid met jullie te delen. En hoe meer jij uitpakt, hoe blijer hij wordt. Want hij wil zijn rijkdom met jou delen. He, er is geen beperking aan datgene wat God met jou wil delen. En Hij schept vreugde in een ieder die vrijmoedig uitpakt alles wat hij wil geven. En dat is allemaal besloten in deze zegenbede. En ik ga het ook uitspreken. Dank u, Jezus. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven uw vrede. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u uw naam over ons heeft uitgegoten, Heer. En uw naam bevat alles. Heer, er is geen gebrek in uw liefde. Heer, er is volheid in uw liefde, volheid. Heer, u heeft ons gezegend met alles wat dat leven en Gods vrucht strekt. Heer, in Jezus Christus, in uw Zoon Jezus, hebben wij alles ontvangen.
Alle goedheid, alle liefde, alle vrede, alle vergeving, de hele volheid. Heer, en hoe meer wij uitpakken, en hoe meer wij in ontvangst nemen, Heer, des te groter, Heer, krijgt uw naam eer hier op aarde. Heer, en ik bid, Heer, wilt u ons een groter hart geven. Heer, dat er meer van u in kan in ons leven. Heer, wil onze beperkingen loslaten. Ons kleindenken willen we loslaten. En wil u ruimte geven in ons leven door uw Heilige Geest, Heer. En ik wil u uitnodigen, wilt u ons gebruiken op de plek waar u ons heeft gesteld. Heer, op ons werk, in ons gezin, Heer, in onze buurt, Heer, dat we daar vredebrengers mogen zijn. Dat we daar scheppend mogen spreken. Heer, de vrede mogen uitspreken, de shalom mogen uitspreken, uw koninkrijk mogen uitspreken, genezing mogen uitspreken. Heer, uw koninkrijk mogen scheppen, vrede mogen creëren. Heer, overvloed mogen scheppen, Heer, en leven waar dood is. Heer, genezing waar ziekte is. Heer, vrede waar onrust en strijd is. Heer, ik wil u danken. Heer, dat wij uw Heilige Geest hebben ontvangen. Heer, en ik bid, Heer, dat deze boodschap van intimiteit en van uitdragen van uw zegen op de plek waar u ons heeft gesteld, Heer, dat het diep in ons hart mag gaan uitwerken. Heer, dat het ons leven zal transformeren, dat het onze relatie met u zal transformeren. In Jezus' naam. Amen. Amen.